De start. Als iedereen klaar voor de start is, volgen er 4 geluidssignalen. Het tweede signaal volgt met op uw plaatsen of on your marks. De finzwemmer zakt door zijn benen en houdt de startblok vast. Het is belangrijk om helemaal stil te staan. Als je beweegt, word je gedisqualificeerd. Het laatste signaal volgt. De finzwemmer zet af en duikt het water in. Een finzwemmer duikt goed als hij snel reageert en ver het water in duikt. Als de benen op hetzelfde punt het water ingaan als de armen, dan heb je een goede duikhoek. Daarna is het de kunst om de eerste 15 meter flink vaart te maken. Om vervolgens in een kleine hoek naar de oppervlakte te zwemmen. Te ver onder water zwemmen betekent een disqualificatie. Start met monofin en bifins. Met een geavanceerde monofin heb je ongeveer 3 kilo aan je voeten. Een normale monofin weegt veel minder, waardoor je sneller kan starten. Bij deze start zie je hoe de heren stilstaan voor het laatste fluitsignaal. De hoek van hun achterwerk tot aan hun voeten is meer dan 90 graden. Vervolgens duiken ze met een goede hoek het water in. Na een krachtige duik moet je jezelf zoveel mogelijk uitstrekken. Hoe korter de afstand, des te sneller je reactietijd op het blok moet zijn. Je kan je reactietijd verbeteren door jezelf voor te bereiden. Wees je er bewust van waar de startsignalen vandaan komen, zodat je daar je focus op kan leggen en bewust bent van welke kant het geluid komt. Het starten met bifins is hetzelfde als het starten met monofins. Start met perslucht. Bij de persluchtafstanden heb je een persluchtfles in je handen. Die is zwaar op het droge en minder zwaar onder water. Hierdoor is het moeilijk om in een gestrekte houding te komen. Hoe langer de afstand, hoe groter en zwaarder de fles wordt. Estafette start en estafette overname. Bij de estafette start moet de eerste van de 4 normaal starten. De andere zwemmers moeten iets sneller starten. De overnemende zwemmer moet al met zijn voeten op het startblok staan. Als de aankomende zwemmer aantikt, dan mag de overnemende zwemmer in het water duiken. Maar pas op dat de overnemende zwemmer niet te vroeg duikt. Anders volgt er een disqualificatie. Na de start. Als je mooi strak in het water bent gedoken, trek je je rug hol, zodat je automatisch met de monofin een slag naar beneden maakt. Doe je dit niet, dan lig je te diep. Vervolgens ga je onder water in een zo hoog mogelijk tempo je finzwembewegingen uitvoeren. Met uitzondering van de 50 meter afstand duiken en de persvluchtafstanden mag er na de start maximaal 15 meter onder water gezwommen worden. Na een keerpunt mag er ook maximaal 15 meter onder water gezwommen worden. Deze 15 meter lijn wordt meestal gemarkeerd door een dikke zwarte lijn die in de breedte op de bodem van het zwembad ligt. Als je in een onbekend zwembad zwemt, kan je je vergissen waar de 15 meter lijn ligt. Als trainer of ploegleider moet je je finzwemmer hiervan bewust maken. Het is van belang dat je geleidelijk in een kleine hoek naar de oppervlakte zwemt. Als je dit niet doet, dan moet je in één keer naar boven zwemmen en zo mis je je opgebouwde snelheid. Veelgemaakte fouten. Te vroege start leidt tot disqualificatie. Te late start leidt tot tijdverlies. Voeten te ver over de rand. De kans wordt groter dat je uitglijdt en je kan niet goed afzetten. Niet gestrekt tijdens het duiken. Als je je knieën buigt, dan komt je fin plat op het water, waardoor je snelheid verliest. Te diep duiken, waardoor je weg naar de oppervlakte groter is. Te ver onder water zwemmen, meer dan 15 meter, leidt tot disqualificatie. Bovenkomen in een grote hoek, waardoor je afremt. Met perslucht. Onnodige handelingen, waardoor de start te lang duurt.